Ja, ik sta hier op een Volendamse parkeerplaats omdat ik onderweg ben naar de koningin van de palingpop. Zij heeft vorig jaar te horen gekregen dat ze borstkanker had. Dus die auto en die kist, die wil ze absoluut niet voor de deur hebben. Dan hoop ik dat ik met deze kleine variant wel bij de binnenkom. Ik praat over leven en dood met zangeres Annie Schilder. Hey, hallo. Hallo. Dag Annie, hi. Ik ben Kiva. Hi, ik ben Annie. Ik mocht niet met de auto in het kistje komen, nee. Maar ik denk, mag ik met deze wel binnenkomen? Ja, die vind ik wel leuk. Ja? Ja. En waarom mocht het niet? Waarom wilde je hem niet bij de deur? Ik dacht, nou, als hij zo binnenkomt met die auto en die kist erop, dan denk ik dat mijn buren een hartverlamming krijgen. Oh, die denken Annie is het hoekje. Ja, dat denk ik. Ja? Ja. Ja. En, maar weet iedereen dat je ziek bent geweest? Iedereen. Is dat fijn of juist niet? Nou, in het begin had ik echt zoiets dat ik het net hoorde. Toen had ik echt... Maar je kan ook binnenkomen, hè? Of wil je, ja, maakt mij niet uit. Ja. Ik kom binnen. Kom maar binnen. Okay. Dan gaan we aan tafel. Gaan we lekker aan tafel zitten. Waar hadden we het over? Oh ja, of het nou erg is dat iedereen alles van je weet hier. Nou, daar kom je niet onderuit. Maar ook als je zoiets hoort dat je borstkanker hebt, dat iedereen dat dan weet. Ja, dat vond ik in het begin vond ik het verschrikkelijk. In het begin dat ik het hoorde, toen had ik echt zoiets van... Nou, durf ik nooit meer de deur uit. Nou blijf ik de rest van mijn leven binnen. Zo. Ook wel een beetje schaamtegevoel of zo. Heel raar hoor, een beetje vreemd. Maar schaamte? Ja, toen. Maar voor wat schaamte? Ja, weet ik niet. Dat weet ik niet, omdat ik het had. Zo. En op een gegeven moment hadden wij ook nog een optreden. En toen kwamen wij de bühne af. Toen dacht ik ook bij mijn eigen... Dit was mijn laatste optreden. Ik ga niet meer. Ik durf niet meer. En toen wist je dat je ziek toen was? Toen wist ik het alleen nog, hè. En Jan dan, zeg maar, de beetje... Jan Keizer? Ja, Jan Keizer. Met wie je dat optreden deed. Ja. Toen had ik echt dat gevoel van... Nee, nou, mij zien ze nooit meer. Hoe gaat het nu met je? Ik voel me nu goed. Ik ben natuurlijk klaar met chemo. En, want die chemo's, ja, dat is natuurlijk... Dat hakt er natuurlijk ziek wel in. Dan, ja. Ja, echt ziek ben ik evengoed niet geweest. Weet je, echt, want ik hoorde ook wel eens verhalen van vrouwen. Ik ben eigenlijk... Elke ochtend heb ik gewoon mijn hondje gepakt en zijn we toch gaan wandelen. Ja, heb ik toch gedaan. Want ik voelde dat dat goed voor me was. Ik voelde dat gewoon. Dan daarna was het klaar, hè. Dan was die energie wel verbruikt voor die dag. En nu ben je uitbehandeld. Nu zijn ze klaar met de chemo. Ik ben klaar met chemo, ja. En wat is de huidige stand van zaken? Nou, de huidige stand van zaken, het is dus zo dat... De behandeling die ik heb gehad is preventief, hè. Mm-hmm. Ik krijg nog wel injecties en hormoonpillen. Die moet ik 5 jaar slikken. Maar het is preventief. Ik had geen uitzaaiingen, dus ik had ook geen bestralingen. En ben je nou beter? Ik vind beter met deze ziekte, vind ik zo... Ja, weet je, ik zeg altijd, ik voel me goed. Als ze zeggen, hoe gaat het of hoe is het? Maar je durft niet zeggen, ik ben genezen. Nee, er blijft toch altijd een beetje een behoorlijk angstgevoel. Ja? Ja, yeah. Ja. Yeah. Maar als je een pijntje hebt of zo, dan denk je dan meteen, oh, dat zou meteen. Dat lukken? Ja. Ik zit meteen bij de dokter. Ja. Ja. Dat lijkt me zwaar. Dat is eigenlijk wat deze ziekte ook met zich meebrengt. Dat maakt het zwaar. Gelukkig kan ik ook af en toe denken van, ja, het zij zo. Het is niet anders. Het is zoals het is. Maar dat zeg ik ook wel eens, soms dan... Kom je thuis en je trekt de deur dicht en ben je alleen. En dan komt het wel eens op je af. Ja, want je bent dan hier alleen. Ja, ik heb natuurlijk mijn gezin, maar dit heb je alleen. Dit heb je alleen? Dit heb je alleen, ja. Dit kun je niet met iemand delen? Ja, je kan het met iedereen delen. Dat ze allemaal eventjes ze luisteren naar je. Je kan het wel delen, maar je hebt het alleen. Dat lijkt mij ook wel eenzaam. Dat je zoiets zwaars in je leven uiteindelijk
in je eentje draagt. Ja, ja, maar ik heb hier natuurlijk ook met veel vrouwen over gesproken. En dat is, de meeste hebben dit ook, weet je. Dat alleenige gevoel. Ja. In het begin had ik echt zoiets van, nou is er helemaal niemand die mij kan helpen. Want dat is een beetje, dat zeg ik altijd, ik heb altijd de controle gehad over mijn leven. Over alle beslissingen die ik nam, die heb ik zelf genomen, ik kon doen. En nu niet. Ik kon me nu nergens aan vastklampen. Dat was in het begin ook, was wel heftig hoor. Hoe heb je het gehoord? Hoe ben je erachter gekomen? Ik heb het zelf ontdekt. En toen, en eigenlijk is het als je het ontdekt, dan is het. Ik ben wel naar de dokter gegaan. Maar ik had eigenlijk zoiets van. Dat heb ik niet. En toen dan ga je hier naar het ziekenhuis? Ja, dan kom je meteen in de mallenmolen. Want dan hoor je. Mevrouw, u heeft borstkanker. Ja. Ja. En wat denk je dan? Ik had eigenlijk op dat moment dat ik echt zoiets. Dat ik zo. Misschien staat er iemand achter me waar je het tegen hebt, maar niet tegen mij. Nee? Ja, nee. Ik had absoluut niet het idee dat de arts tegen mij sprak. Het ging gewoon aan mij voorbij. Weet je, later ga je dat een beetje beseffen van. Weet je, dan denk je, ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Het. Ja, dat. Zo, dat dacht ik ook altijd. Ik heb het. En dan gaat het draaien in je hoofd. Dan wat er dan allemaal door je hoofd gaat. Oh. Ja? Ja. Wat gaat er dan door je hoofd? Ja, van alles. Ik weet precies al hoe ik de uitvaart en ja, echt. Je eigen uitvaart? Alles, ja. Echt waar. Al van alles gaat er door je hoofd. Dus je denkt dan ook gewoon, ik ga dood. Ik dacht gewoon, ik ga dood. Ja. Ja. En als je dat hoort van zo'n dokter, met wie deel je dat? Oh, in het ziekenhuis krijg je alle hulp maar aan wie vertel je het ook aan iemand? Met wie ben je naar het ziekenhuis gegaan? Met Ron. Dat is een goede vriend. Ron, ja, dat is mijn maatje. Die was altijd mee, ook met. De behandelingen, de chemo's. Hij bleef gewoon bij me zitten. Ik viel ook in slaap, hij bleef gewoon zitten. En je zoon en dochter? Ja, nee, die moet ik daar niet bij. Nee? Nee, die wilde ik daar niet bij. Mijn kinderen, dat vond ik een heel zwaar onderwerp ook. In dit geval. Toen dat ik het hoorde, toen zei ik, ik weet niet hoe ik dit aan mijn kinderen moet vertellen. Daar had ik zoveel moeite mee. En toen kwam er ook weer iemand naar me toe en die heeft mij verteld hoe ik dat dan moest aan mijn kinderen het beste kon vertellen. Waarom vond je het moeilijk om het aan je kinderen te vertellen? Ja, waarom? Die staan het dichtst bij jou. Ja, maar ja, ik ben hun moeder, hè. En de moeder moet sterk zijn voor de kinderen. Zo. Ja, moeder mag eigenlijk niet ziek zijn, kan niet ziek zijn. Jij moet er voor de kinderen zijn. Ja, vind ik wel. Dat is een beetje dat instinct. Daar moest ik ook echt wel even over praten, hoor. Met een arts. Hoe doe ik dat? Ja. Die heeft mij verteld hoe ik dat moest doen. En hoe ging het? Goed. Viel het je mee of viel het je tegen? Het viel me mee. Zij zei tegen mij, je moet gewoon aan je kinderen vertellen. Kinderen zijn veel flexibeler dan dat jij denkt. Kinderen kunnen veel hebben. En als jij gewoon vertelt aan je kinderen wat je hebt, je moet het niet erger maken, maar ook niet minder erg maken. Het vertellen zoals het is en zoals jij het voelt. En ja, dat heb ik gedaan. Ja. Maar vervolgens wil je ze er niet bij hebben in dat proces van de behandeling? Nee, niet in het ziekenhuis. Nee. Waarom niet? In het ziekenhuis had ik het af en toe best wel heel moeilijk. Ik had bij die eerste 4 chemo's, dat spul, dat moest ook achter me staan. Dat kon ik niet zien of zo. Wat spul, dat apparaat of zo? Ja, die infuus, die chemo. Dat moest achter je staan? Ja, dat wou ik niet zien. Nee? Nee.
Ik had allemaal chemo past helemaal niet bij mij of zo. Nee. Nee, het past bij niemand, denk ik. Ja, tuurlijk. Iedereen denkt zo. Ja. Dat is ook zo. Maar... Maar jij wil het ook niet zien? Nee. Nee, ik vond dat verschrikkelijk. En als we ook in de auto naar het ziekenhuis gingen... Ik was aan het vloeken. Ik zal het niet herhalen hier, maar... bijna vielen de ramen eruit van vloeken. Wat ik deed. En je vloekte omdat je boos was? Woest was ik. Op wie? Gewoon op alles. Dat jij het had? Dat ik het had, ja. Ja, ik was echt gewoon... Ik was zo kwaad. En dan zei Ron altijd... Als ik dan zo aan het vloeken was... En dan zei Ron... Die liet mij altijd vloeken. Die liet me vergaan. Die liet het even. En dan zei hij op een gegeven moment... Kop op, zegt hij. Haar in de winter, bos vooruit. Weet je zo. Maar dat was nou precies wat ik niet meer had. Haren zo. En dan gierden we weer van het lachen in die auto. Dus het was... Dat kan je niet bij kinderen. Dat moet ik niet met mijn kinderen. Ik wil niet dat ze mij zo zien. Dat wil ik niet. Ze mogen jou niet zo kwetsbaar zien? Nee. Nee. Nee, dat wil ik niet. Als je in die malle molen gaat, ja, van de behandelingen, hoe heb jij dat ervaren? Op een gegeven moment dan draait je hele leven alleen maar om de chemo's en om het ziek zijn. Dat op een gegeven moment die eerste vier behandelingen waren heel zwaar. Daarna werd het iets milder. En dan kan je weer een beetje, krijg je lucht of zo. Je zit in een vacuüm een beetje. En wat gebeurt er? Want ik weet natuurlijk niet hoe dat is. Wat gebeurt er met je als je die chemotherapie krijgt? Wat gebeurt er dan met je lijf? Wat gebeurt er dan met je gevoel? Ja, nou, je gevoel moet je onder een chemobehandeling gewoon uitschakelen. Want je hebt dan, je krijgt zoveel lichamelijke klachten... dat je eigenlijk al je energie nodig hebt om sterk te blijven. Want je staat op de overlevingsstand, hè? Ik moet overleven en dat is het. Maar kun je beschrijven wat je voelt als je in zo'n behandeling zit... als je een chemotherapie krijgt? Nou ja, je voelt van alles. Want chemo... ik had bijvoorbeeld elke ochtend een bloedneus. Mijn vingers, mijn handen. Je lichaam gaat pijn doen. Het gaat allemaal een beetje zeer doen. En je mag absoluut niet ziek worden. Je mag geen koorts krijgen. Weet je, dus je moet echt heel sterk blijven. Want anders moet je naar het ziekenhuis. Dan moet je daar blijven. Nou, ik dacht, nou, één ding wat ik dus niet wil... dat is gewoon ziek worden en dan een nacht doorbrengen... weer in dat ziekenhuis. Daar ben ik al zoveel. Nou, dan ga ik rij er nooit meer langs ook. Snap je? Je rijdt er nooit meer langs? Nee. Helemaal klaar met dat gebouw? Ik ben er helemaal klaar mee, ja. Dus dat is gewoon, je staat op een bepaalde stand. Daarna, als het dan weer iets milder wordt... dan mag je weer een beetje met je gevoel werken. Weet je, dan komen er weer andere dingen om de hoek kijken. Je verliest ook je haar dan, hè? Ja. Hoe is dat voor een vrouw die op het podium staat en die er altijd heel mooi uitziet? Verschrikkelijk. Wij hadden toen een tv-opname en dat was eigenlijk nog twee weken na het eerste chemo. Dat weet ik nog, want toen zat ik hier en toen dacht ik... Oh, toen kon ik zo mijn haar... Ik dacht, nou moet ik precies weer weg, hè? Weet je zo... En dus toen heb ik die kapster gebeld, die dan alles verzorgde. Ze zegt, nou, spuit het maar helemaal vol haarlak en dan kom je morgen hier naartoe. Ik zei, nee, dat gaat morgen niet, overmorgen. Want ik dacht, dit moet ik echt even. Je weet dat het gaat gebeuren, maar het komt zo hard aan. Dat ik dacht, nou, ik ga die tv-opname doen, ik spuit er heel veel lak in. En... Dus toen de volgende dag moest ik echt zo de hele dag... Ja, oké, morgen is het eraf. Weet je zo. Maar geestelijk voorbereiden op de klappen, hè. Dus toen ben ik die dag erna heb straf gehad. En
toen kwam ik thuis. Toen zaten ook mijn kinderen hier en zo in. Toen op een gegeven moment zeg ik, nou moet ik even alleen zijn. Toen heb ik zo erg overgegeven. Van ellende. Vanwege dat haar? Ja. Echt van ellende. Had ik een emmer zo naast me. Verschrikkelijk. Dat vond ik zo erg. Ik krijg zo nog een beetje benauwd als ik er al denk. Maar je krijgt te horen dat je een hele erge ziekte hebt. Ja. Waar mensen aan doodgaan. Ja. Dat kan jou ook overkomen. Ja. Maar wat je zo ziek maakt dat je er ontzettend van moet overgeven, is het feit dat je haar... Ja, dat was eigenlijk voor mij een beetje de druppel op zo. Ja, ja. Ja, dat vond ik wel heftig ook, hoor. En dan hoe ga je dan over straat? Met hoedjes en petjes en van alles. Heel veel petjes, alle kleuren, bij alle... En een pruik natuurlijk. Die had ik al van tevoren wel klaar. Die was wel klaar, hoor. Ja, ja. En is dit jouw haar of is dit ook een pruik? Dit is een pruik. Ja. En je zou niet over straat gaan zonder petje of zonder... Nee, dat ga ik niet doen. Weet je gewoon... Maar jij bent toch meer dan hoe je eruit ziet? Annie is toch meer? Ja, maar Annie heeft wel haar. Ja? Annie heeft wel haar? Ja, ja. Ja, ik vond dat best wel... Dat bij mij wel behoorlijk impact. Ik heb helemaal niet zo mooi haar of zo. Als ik nou een kop met haar, met krullen en zo had. Maar dat was ook niet zo. Is ook niet zo. Maar het is ook wel weer je vrouwelijkheid. Weet je, wimpers gaan weg, wenkbrauwen. Is toch erg? Maar bij borstkanker halen ze je borsten ook weg. Ja, verschrikkelijk. Dat hebben ze bij jou ook gedaan. Ja, dit is alle vrouwelijkheid wat je maar hebt, dat is... Maar wat vond je erger? Het haar of de borsten? Mijn haar. Dat vond je erger dan de borsten? Serieus? Nou, dat was waarschijnlijk voor mij de druppel of zo. Jij hebt in dit hele gesprek nog nooit het woord kanker gezegd. Het valt me op dat jij hebt het over het... Ja. Ik ben de enige die het woord kanker heeft uitgesproken. Ja. Ik kan niet over mijn lippen krijgen. Nee? Nou, weet je, als ik het moet zeggen, zeg ik het wel. Maar als het niet hoeft, doe ik het niet. Vind het woord al... Ik heb al gezegd, de K komt ook niet meer in mijn alfabet voor. De letter K niet? Nee. Als we over de K of in Volendam zeggen we de H al niet. Ik zeg de K ook niet meer. Ja, zo hou je weinig over. Ja, ja. Ah, maar dat komt allemaal wel weer goed, hoor. Weet je, ik heb natuurlijk ook wel in het ziekenhuis... Hebben we weet je, want ik heb ook af en toe bij mij, denk ik bij mezelf... Volgens mij spoor ik echt niet gewoon dat ik dat soort dingen denk. Of dat ik zoiets denk, maar... Dan praat ik erover in het ziekenhuis. Maar dat schijnt toch ook wel... dan zeggen ze ook wel... Ja, nou, iedereen heeft dat wel, hoor, een beetje. Vrouwen, die denken wel vaak zo. Dus dan heb ik weer zoiets... Oi, hoi, hoi, ik ben niet gek, weet je. Je hebt in dat proces natuurlijk een moment gehad dat je dacht... Ik ga dood. Als je zo'n ziekte hebt. Ja. Ja. Ja, dat had ik wel. Ik dacht, nou, het is gebeurd. Ik heb het gewoon gehad. En dan dacht ik bij mij, nou, misschien... weet je, dat dan nog een paar jaar of zo. Jeetje, dat is wel... Daar wil ik niet aan denken. Oh, zo, dit was het. Dan sluit je dat af. Dan ga je er niet verder op door. Nee, dan wil ik niet meer. En dan denk ik bij mij, oké, ik weet dat ik het heb. Ik zet het ergens neer. En ja, nu even niet. Dat heb ik wel geleerd. Ik heb er nu gewoon geen zin in. Ook niet om over na te denken. Want het komt even goed wel af en toe op je af. Nog steeds? Ja. Ja. En wat doe je dan? Ja, nou ja, dan wat ik net zei van... Oké, ik heb het. Nou, ga maar even hier zitten. En dan ga ik weer verder met mijn leven. Zo doe ik dat een beetje... Want ik wil er niet constant in verzuipen of zo.
Daarom ben ik ook blij als we straks weer gewoon lekker aan de gang gaan. In lekker weer optreden. Dat is goed voor me. Want dan heb ik het niet. Dan heb ik het niet. Dan ben ik gewoon lekker Annie. Annie Schilder, de zangeres. Niet die vrouw die met die ziekte. Dat zijn twee verschillende mensen, hè? Ja? Mm-hmm. Annie met die vrouw met die ziekte en Annie Schilder, de zangeres. Ja. En wat vind jij van die vrouw met die ziekte? Dat ben ik niet. Ja, dat klinkt misschien raar, maar... zo wil ik mezelf ook helemaal niet kennen. En zo wil ik mezelf ook helemaal niet zien. Een beetje... Je bent wat je hebt meegemaakt in je leven, ja, toch? Ja. Alles wat je in je leven, ja, maakt, maakt jou tot wie je bent. Ja, klopt. Dit heb je ook meegemaakt. Ja, en dat is ook zo. Maar... Wat heeft deze vrouw toegevoegd aan wie jij bent? Nou, het heeft me wel bewust gemaakt. Ik ben ook wijzer geworden, hè? Ja? Ja. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd? Nou, het belangrijkste wat ik heb geleerd, dat is gewoon dat ik gewoon nu ook goed besef hoe mooi het leven kan zijn. En dat je zo kan genieten van hele kleine dingen. Dat heb ik wel. Ik heb nu bijvoorbeeld, ik ben nu al blij als ik 's morgens wakker word. Dan denk ik, hey, jee, weet je zo. Ja, dat klinkt misschien heel stom, maar hiervoor was alles maar normaal. Alles is normaal, maar nu niet. Nu niet meer. Alles is anders. Alles is anders. Alles wat leuk is nog leuker. Wat niet leuk is, moet je gewoon nooit meer doen. Wat is dit leuk? Want ik heb hem wel meegenomen, maar ik wil hem eigenlijk bij je achterlaten. Mag dat? Ja, maar dan ga ik dan niet deze... Dan haal ik deze eraf. Ga je die eraf? Ja? Ja, die gaat die eraf. Die wil je niet in huis hebben? Nee, dat gaat niet in huis. Nee, dat vind ik een beetje... Morbide. Ja. Is de dood uitnodigen? Ja. Ja? Je moet het lot niet tarten, hè? Dat heb ik al altijd... ik vind de dood altijd een beetje... Iedereen mag altijd wat op de kist schrijven, de gast. Maar ja, dat moet ik nu voor jou doen, want die kist is hier niet. Wat zal ik er namens jou opschrijven? Nou, dat hij nog eventjes wegblijft. Blijf nog maar even weg. Blijf nog maar even weg. Ja. Ja? Ja. Hoe oud wil je worden dan? Nou, ik wil eigenlijk best wel nog wel 80 of zo worden. Ik wil best, nou ja, weet je, maar, ja, nee, ja, weet ik niet. Maar nu nog niet hoor. Ik ben nu nog wel, ik vind dit geen leeftijd om... Je wil nog even blijven? Ja, ik wil sowieso, sowieso heb ik altijd gezegd, als mijn kinderen gezetteld zijn, ik weet, mijn kleinkinderen, gaat goed, dan wordt het voor mij wel tijd. Maar nu nog niet. Nu nog niet. Ik wil zelf ook nog zoveel. Ja? Ja. Dus nog tot je 80ste of zo? Jawel. Minstens. Goed te been blijven. En dan ben ik nog best wel veel van plan. Ik wil nog een hele wereldreis maken. Oh, nou ja, dan heb je de tijd nodig. Ja. Ja. Oké. Ja. Nou, deze mag ik wel achterlaten. Ja. Dan ga ik namens jou jouw boodschap op die grote stiften. Ja. En dan dank ik je wel. Heel erg bedankt. Ja, jij ook. Dat was het verhaal van Annie Schilder. Daar kunt u op reageren, bijvoorbeeld via Twitter, #dekist. En voordat ik afscheid neem, moet ik eerst nog de boodschap van Annie op de kist schrijven. Blijf nog maar even weg. Kist. Aldus, Annie Schilder. Krulletje eronder? Ja, dat zou Annie doen. Zo. Slaap lekker voor straks.